Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschap shoplog. Het is weer zondag en de boodschappen zijn weer binnen. Ik heb het besteld op mijn telefoon terwijl we in ons vakantiehuisje zaten. Herfstlots are coming. Maar het voelt een beetje of ik niet zo goed weet wat ik nu precies besteld heb. Dus we gaan zien wat er binnenkomt. Dit was van de Jumbo en dat was... En dan komt vanavond weer van de Crisp en dan... Gaan we weer kijken wat we ervan kunnen maken. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. Als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik nog ga posten. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Het is eigenlijk best karig bij de Jumbo dit keer. Omdat, ja, ik weet dat jullie die keer zeggen de Crisp is zo duur. Maar als ik ga vergelijken met de Jumbo en ik hou aan mijn boodschappenlijstje, dan is het... Jumbo 9 of 10 keer toch echt wel duurder als een Crisp. Vooral ook omdat, net als nu heb ik special bij hem besteld, omdat we dat vanavond gaan eten. Maar over het algemeen hadden ze gewoon bij de Crisp besteld, omdat ze dan net zo duur zijn, maar veel verser. Dus dat weeg ik dan ook mee. Ik heb wel shawarma besteld, want we gaan een keer shawarma eten. Vanavond eten we een Hollands potje van de Maggi. Dus dat is met special bonen en met hamlappen. Ze hadden niet meer de gewone hamlappen, dus ik moet het met deze doen. Deze waren wel een hele euro duurder. Maar ik had geen zin om vandaag naar de Jumbo of naar de supermarkt te rijden. Dus ik heb maar de verwisseling geaccepteerd. Valt me wel op dat het iedere week is dat ik bij de Jumbo bestel. Dat er een wisseling is waarbij het alternatief duurder is. Dus vind ik een beetje snitchy. Zalmvleekjes voor in mijn salade. We gaan een keertje gehaktsnitzel eten. Dus die heb ik dan besteld. En deze waren in de aanbieding. Dus het is dan 2 voor een euro. Nou, daar heb ik er dan 4 van. Crystal Clear heb ik weer besteld. Weer 4 flesjes. Spergiebonen voor vanavond. Kaas, want die was dit keer goedkoper dan bij de Crisp. De Crisp verschilde toch per prijs. Bijna per week. Omdat ze dan natuurlijk op vraag en aanbod ingaan. Ik heb weer olijfolie en bakboter. Dat was allebei was helemaal op. Ik heb wat snackjes gehaald. Ik heb wat kiesjes, lippeltjes en knolletjes voor mee naar school. En smileys voor mee naar school. En we eten ook een keer waarschijnlijk bij de gehaktsnitzel, soms ook dan aardappelkroketjes. En niet heel erg milieubewust, maar zowel Pascal als Fleur gebruiken hun boterhamzakjes in plaats van een lunchtrommeltje. Ze hebben ze allebei wel, maar bij Fleur waarschijnlijk niet in de schooltas te passen. En Pascal stond in zijn zak, dus dan is het makkelijk als gewoon klein. Dus ik heb eventjes een voorraadje besteld. En de rest komt waarschijnlijk vanavond met de Crisp mee. En de boodschappen van de Crisp zijn... Ook binnen, lekker binnen de tijd. Het is nog maar 8:30, dus helemaal super. Ik heb pita broodjes gekocht, de whole wheat pita. Deze zijn op zich best lekker. Het is wel echt whole wheat, maar ja. Met shawarma dan. Dit zijn de stokbroodjes voor bij de soep. Dit keer heb ik de tomatensoep met balletjes gedaan. Deze is niet specifiek voor kinderen, dus ik hoop dat die daardoor wat meer smaak ook heeft. We hebben chocolate chip cookies en krakelingen voor in de koekjestrommel. En bananen, want ik heb weer zo'n fruitpakket gedaan. Er horen ook weer peertjes bij. En van deze appeltjes en druiven. We hebben boerenkool voor in mijn smoothies. Groene appels voor in de smoothies. We eten een keertje broccoli. Ik heb weer rucola sla voor mijn salade. Citroentjes voor in de smoothies. Deze heb ik laten zien. En dan selderij erin in de smoothies. Wat ik niet laat zien dan nu zijn hamburgers en hamburgerbroodjes. Want die zou ik bij de Sligro gaan halen. Want dat is dan gewoon een voordeelverpakking. Mega groot. Kunnen we 3 keer mee doen. Maar dat was het voor alle boodschappen van de Crisp.